Al alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is. That your baby boy would one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This that you've delivered will soon
Amen.
Johanna aarzelt nog even. Dan pakt ze toch de telefoon. Eerst Ruud maar even bellen, daarna Rick. Haar vingers trillen een beetje als ze het nummer intoetst. Ruud de Jong? Ja, Ruud, met ma. Alles goed bij jullie? Jazeker, bij u ook? Ja, goed hoor. Dat is de eerste leugen. Even valt ze stil, dan gaat ze verder. Waar ik eigenlijk voor bel? Het gaat over kerst. Weer aarzelt ze. Over kerst, herhaalt hij. Ja, ik ben niet thuis met de kerstdagen. Ik heb besloten een paar dagen weg te gaan. Nu is het zijn beurt om stil te worden. Weg met kerst? U? Vraagt hij verwonderd. Waar gaat u naartoe? Rietje, een oude schoolvriendin, heeft gevraagd of ik de kerstdagen bij haar kom. Ze is ook pas weduwe geworden en erg eenzaam, dus ik wilde geen nee zeggen. 24 december vertrek ik en de 27e kom ik weer naar huis.
dus jullie hoeven verder geen rekening met me te houden. Heer, vergeef me mijn leugens. Maar de eerste kerst zonder pa, u was van harte welkom bij ons geweest, dat weet u toch? Ja, daarom juist. Ze laat in het midden of dat op zijn eerste opmerking slaat of op zijn vraag. En kerstavond dan? Nou, dan ben ik al weg. Hadden jullie willen komen dan? Even trilt er hoop in haar. Nou, ja, nee, dat ligt natuurlijk moeilijk. Misschien? Nou, daar hoef je dus niet over wakker te liggen. Ik ga neerleggen, onderbreekt ze hem. Ik wil je broer nog even bellen. Doe de groeten aan Nanda en de kinderen, hoor. Ze luistert naar zijn groet en verbreekt de verbinding. Bij Rick en Letty krijgt ze geen gehoor. Dan morgen maar. Ze gaat nu naar bed. Ze is doodmoe. Maar in bed ligt ze nog lang wakker. Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat haar twee jongens elkaar niet meer willen zien? Als iemand dat een jaar geleden had voorspeld, zou ze het hebben weggelachen. Haar twee jongens ruzie? Onmogelijk. En toch is het gebeurd. Afgelopen voorjaar, net voor Pasen, is Henk, haar man, overleden. De jongens en hun vrouwen stonden ondanks hun eigen verdriet als een veilige muur om haar heen. Ze hielpen haar te regelen wat er geregeld moest worden. Er kwam opeens zoveel op haar af. Een paar maanden daarna, toen ze weer een keer bij elkaar waren, had Johanne gezegd: jongens, het lijkt me goed dat jullie alvast wat van pa krijgen. Waarom zouden we daarmee wachten tot ook ik er niet meer ben? Het is fijn voor jullie al een mooie herinnering aan hem en jullie ouderlijk huis te hebben. Ze had gewezen op een antieke statenvertaling die al generaties lang in de familie is. Daarnaast lag ook een andere Bijbel. Ook een oude Bijbel. Een paar maatjes kleiner, maar ook met koperen beslagen. Twee familiestukken. Jullie moeten onderling maar uitmaken wie welke Bijbel neemt. Dat had ze nooit moeten zeggen. Ruud, als oudste, vond dat hij recht had op de Statenbijbel. Maar Rick, die Hendrik heet, zoals zijn vader en opa, dacht er anders over. Wat eerst een kleine oneenigheid leek te zijn, groeide binnen de kortste keren uit tot een verwijdering van de broers. Nu willen ze elkaar zelfs niet meer zien of spreken. De twee oude Bijbels liggen nog op hun plek in de voorkamer. Een paar maanden geleden heeft ze tegen allebei gezegd: de Bijbels blijven daar liggen, tot het weer Pasen is. Als jullie het eens worden, mag je ze samen komen halen. Als het Pasen geweest is en ze liggen er nog, geef ik ze mee aan de dominee. In de hal van de kerk is die mooie vitrine. Daar zullen ze best passen. En ze meent het. Ze wil niet dat na haar dood die twee elkaar opnieuw in de haren vliegen. Het is al erg genoeg, ruzie om een Bijbel. Ze had gehoopt dat het dreigement zou werken, maar ze hebben nauwelijks gereageerd. Johanna draait op haar andere zij. Ze moet zien dat ze in slaap valt. Al dat tobben heeft geen zin, maar ze voelt zich vanavond dubbel bezwaard. Nu vooral over de leugens die ze haar zoon heeft verteld. Nu is het 24 december. De jongens weten niet beter of hun moeder is vertrokken naar het oosten van het land, waar vriendin Rietje woont. Rietje. Ze heeft in geen 20 jaar contact met dat goede mens gehad. Haar schoondochters hadden allebei gevraagd om het adres van haar vriendin. Voor als er iets was. Het is een dieren. Wat heb je aan het adres? Jullie hebben mijn telefoonnummer toch? Had ze geantwoord. Ik zal mijn telefoon deze keer echt aanzetten. Johanna beseft dat haar leugens verstrekkende gevolgen heeft. Ruud woont 10 kilometer verderop, maar Rick in hetzelfde dorp als zijn moeder. Ze kan dus die dagen nauwelijks naar buiten. En wat ze het ergste vindt, is dat ze met kerst niet naar de kerk kan. Dat heeft ze zich van tevoren niet gerealiseerd. Maar ze was het gezeur zo zat over om wie welke kerstdag zou komen en vooral wat ze met kerstavond gaan doen. Kerstavond, een traditie van vele jaren. Ieder jaar gingen ze allemaal hier in het dorp naar de kerk en na afloop van de dienst kwamen ze hier in huis samen.
Zeker toen de kleinkinderen ouder werden en hun eigen plan trokken voor de twee kerstdagen, werd het puzzelen tussen allerlei schoolfamilies. Maar kerstavond waren ze altijd hier. Henk of een van de jongens speelde Stille Nacht op de piano, terwijl zij warm chocolademelk klaarmaakte en de zelfgebakken tulband in plakjes sneed. De stem van Henk, die de woorden van het lied meezongen. Een krachtige bas had Henk, zelfs toen hij al ouder was. Nu had eerst Ruud en later Rick bij haar terloops geïnformeerd of ze nog meer bezoek zou krijgen die avond. Want in dat geval, dit leugentje had haar de enige uitweg geleken. Ze wilde niet kiezen tussen haar jongens. Niet op deze kerstavond, die zoveel zoete herinneringen meebracht aan andere jaren, samen met haar geliefde man. Nee, daarbij was geen ruimte voor ruzie. Dan maar liever alleen. Ze gaat vroeg naar bed. Ze ligt al lang in het donker als ze de kerkklokken hoort luiden. Verdriet houdt haar uit de slaap. Gemis, pijn en herinneringen. Vorig jaar was alles nog goed. Henk was er nog, de kinderen en de kleinkinderen. Vrede in huis en vrede in haar hart. Dankbaarheid voor het kind dat gekomen was, de redder van de wereld, het wonder van de kerstnacht. Nu is dat wonder en die vrede ver te zoeken. Johanne is in een onrustige slaap gevallen. Als ze wakker wordt, kijkt ze op de wekker, naast het bed. 10 minuten voor middernacht. Stil blijft ze op haar rug liggen. Onmiddellijk komen de verdrietige gedachten terug. Hoe kan het toch? Die twee jongens, vroeger altijd de beste maatjes. En nu? Stil. Wat hoort ze? Buiten is het hard gaan waaien. De wind laat het dakraam op zolder klapperen. Laat maar. Ze mist de moed om op te staan. De nacht heeft altijd andere geluiden dan de dag. Nu lijkt het of ze de deur hoort. 11:55. De kerk is al lang uit. Anders zouden ze nu beneden zijn met elkaar. Vroeger dacht ze dat in de kerstnacht dieren konden praten. Het wonder van de kerstnacht. Dat haar oudere zus had verteld. Groot was haar teleurstelling toen ze hoorde dat het een fabeltje was. Vroeger. Ach. Ze hoort weer een geluid. Stemmen. Dan de klank van de piano. Stille nacht. Heilige nacht. Het lijkt op de stem van Henk, maar dat kan niet. Een sterke mannenstem, bijgevallen door een tweede. Davids zoon, lang verwacht. Henks lieve gezicht komt voor haar ogen. Er druppen tranen op het kussen. Henk is in de hemel, dat mag ze vast geloven. Is zij nu ook al in de hemel? Hij der schepselen Heer. Nu wordt het weer stil. Dan valt er een deur dicht, de voordeur, ze weet het zeker. Inbrekers, inbrekers die piano spelen en zingen. Zo snel ze kan, stapt ze uit bed en kijkt ze uit het raam. Ze schuift het gordijn wat opzij en kijkt de donkere straat in. In het licht van de lantaarnpaal staan twee mannen. De ene draagt met twee handen een groot vierkant ding. De andere heeft ook iets in de hand, iets kleiner. Zijn andere, vrije hand legt hij op de schouder van de eerste man. Johanna kan niet verstaan wat er gezegd wordt, maar het warme gebaar zegt genoeg. Dan lopen de twee samen weg, schouder aan schouder. Johanna loopt terug naar haar bed, ze knielt neer. Ook deze kerstnacht heeft vrede gebracht. Jezus alleen, ik bouw op hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Door stormen heen hoor ik zijn stem, dwars door het duister van de nacht.
Daar in de verte straalt een ster. We gaan er naartoe, maar het is nog zo ver. De wolken ontnemen het zicht af en toe. Dorst en honger, we worden moe. Het is zwaar, de moed zakt weg. Herinner je dan wat er is gezegd? Leven op aarde is kwetsbaar en broos. Nooit en te nemen uitzichtloos. U belooft, morgen zal ik er zijn. Heer, maak ons hart bereid. Wij zien verlangend, vol verwachting naar u uit. Licht dat ons verschijnt, ons la 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 la
de vreugde van de